Hallo, wij zijn Marloes en Leonie. En samen met Jennifer en Andrea zijn we een paar maanden geleden begonnen om wat meer levendigheid in de buurt te brengen. Ja. In het Gijzerland. Het eerste idee was een lampionnentocht. En daarna wilden we ook in de winter ook wat leuke dingen organiseren. Ja. En zo is het idee ontstaan voor een mini winterwonderland. We zijn gaan brainstormen, wat kunnen we allemaal doen met een klein budget. Wat hebben we ervoor nodig? Hoe komen we eraan? Zo heeft de MCD het Lekkers gesponsord. Het springkussen komt bij buren vandaan. Iedereen is in de tuin gaan kijken wat hebben we staan. Tafels, stoelen en hoe kunnen we het zo leuk mogelijk maken. Gelukkig hebben we een grote opkomst. En niet onbelangrijk, goed weer. En goed weer, dat is inderdaad. We hebben het af moeten zeggen helaas in februari. En nu in de herkansing prachtig weer. Dus, en zo zijn we nog van plan om nog veel meer dingen te gaan organiseren in de loop van het jaar. Te denken aan een vossenjacht, de lampionoptocht gaat weer terugkomen. Paaseieren zoeken. Ja, en dat soort dingen om het gewoon weer een beetje levendig te maken in de wijk. We hopen er ook jaarlijks terugkerend evenement van te maken. Dat mensen er ook weten, in februari, maart, dan is er weer... Kunnen ze weer wat verwachten van ons. Ja.